ik ben Martijn. Vorig jaar heb ik elektronica ICT gestudeerd aan UCLL te Diepenbeek. En ik heb daar een project gemaakt rond epileptische aanval voor kinderen. We hebben niet alleen samengewerkt met studentenverpleegkunde, maar ook met een patiënt zelf. En hierop heb je dan de headset uitgetest. De headset detecteert hersengolven en afhankelijk van de soort hersengolven weten we eigenlijk of er een abscess epileptische aanval bezig is. Abscess aanval, zoals de naam abscess eigenlijk al zegt, van afwezig, is eigenlijk een soort aanval van dat kinderen dagdromen, lijkt het, maar het is niet echt dagdromen. Ze krijgen dan geen prikkels meer van buitenaf en kunnen ook geen informatie meer opnemen en bijvoorbeeld in de les is dan zo dat een leerkracht alles twee keer moet uitleggen wat dan kan leiden tot frustraties van die leerkracht of van de leerling. Door de grote samenwerking tussen de verschillende richtingen en het innovatieve idee hebben wij alsof ook de Moving Mind Award van de hogeschool gewonnen. Momenteel is het project nog altijd in de testfase, maar we hopen dat echt dat het ooit op grote schaal kan uitgebreid worden. De Moving Mind is voor mij ondernemend en innovatief. Hij of zij lacht de problemen toe omdat deze opportuniteiten zijn.